Goedemiddag. Vandaag BIM naar de bouwplaats. Wij staan hier op kantoor. Geen harde helmen op, geen bouwschoenen aan. Maar toch gaan wij BIM naar de bouwplaats brengen. Ik sta hier met Sjors. Goedemiddag allemaal. Ja, inderdaad, gewoon op kantoor. De bedoeling van vandaag is dat wij jullie gaan vertellen hoe brengen we nou die bouwplaats meer naar het kantoor toe. Hoe gaan we die twee nou met elkaar verbinden? Nou, dat is een mooie uitdaging, toch, Hele Colin? mooie uitdaging. Dus Heel even mooi. kijken wat we gaan doen. Wat hebben we op het programma staan? Kijk. Als we gaan hebben over de bouwplaats, ja, daar hebben we wat uitdagingen op de bouwplaats. We doen controlelijsten, we hebben documenten op de bouwplaats. We willen informatie weten. Maar eigenlijk ook, ja, hoe ga ik die incidenten oplossen? Welke bedrijven gaan dat doen? Welke namen hang ik eraan? Vandaag gaan we het daarover hebben. En de hoofdmoot daarvan zal zijn: we gaan dat doen in de cloud en we gaan dat doen op mobiele devices. Heel goed, heel goed. Zijn dat nou ook de dingen die je hoort als je op de bouwplaats komt? Het zijn nog niet helemaal de dingen die ik hoor. Ik denk niet dat alle bouwbedrijven erop. Ze zijn er misschien wel klaar voor, maar heel vaak is het nog vanzelfsprekend dat dingen wel opgelost worden. Een uitvoerder weet het nog wel uit zijn hoofd. Ja. Dat is toch wel het meest. Ja, maar dat komt wel goed. Ik heb hem een mailtje gestuurd. En zeker met de personele problemen die er tegenwoordig zijn, denk ik dat het gewoon veel gestructureerder kan en dat we veel meer werk kunnen verzetten door dat systematisch aan te pakken. Oké. Hier zo zie ik een paar termen. Hè. Equipment, ik denk dat we dat zo meteen wel krijgen. Is nog een beetje lastig als losse term. Maar cloud, mobiel, ik zie geen papier. Nee, we gaan eigenlijk voor helemaal totaal papierloos bouwen. Tuurlijk zullen er altijd nog tekeningen op de bouw zijn. Vooral de mannen die uitzetten in het begin. Nog even een tekening om mee om. Maar de uitvoerder, de opperman, de voorman, dat zijn vooral de mensen die een tablet hebben of een telefoon. Iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon. We kunnen er van alles mee. Waarom zouden we dat niet gebruiken om daar de controlelijst in te doen? En dat is eigenlijk het grote voordeel wat wij zien om die bouwplaats en dat kantoor met elkaar te verbinden. Gaat dat heel soepel? Krijgen die mannen makkelijk om? Hè? Ik bedoel, van een papieren workflow in één keer naar een mobieltje? Als ik training geef aan de mannen, dan is het altijd van: we redden het ook wel zonder. We kunnen wel, dat gaat wel goed. En het is veel te veel werk op een mobiel en dat doen we niet. Uiteindelijk probeer ik ze toch altijd ervan te overtuigen dat het sneller gaat. Mijn meest makkelijke punt om ze te overtuigen is: ik zeg, sturen jullie wel eens foto's van de bouw naar kantoor? Nou, dan hoor je een hele zaal vol: het is veel te veel werk en dat gaan we niet doen. Het moet op mijn telefoon, het moet eraf, het moet weer gemaild worden. Nou, dan. Tegen die tijd, dat kost zoveel tijd, dat is de moeite niet. Nou, als we dat nou op die mobiel kunnen doen en synchroniseren met die cloud, zien ze het op kantoor vanzelf. En dat is eigenlijk het grote voordeel wat wij zien. Enthousiast, laten we zien wat het allemaal is en kan. Nou, wat staat er vandaag op het programma? Eerst BIM 360, wat is het? Wat is de gedachtegang van BIM 360? En uiteindelijk de next gen. Dan zou je denken, ja, BIM 360, een next gen. Hebben we nu al een next gen dan? We zijn nog niet eens begonnen. Ja, er zijn een heleboel bedrijven wel al een aantal jaar mee bezig. En er was ruimte voor verbetering. Dus er is ook gewoon een next gen. We zullen straks uitleggen wat dat uiteindelijk is. Field management verbindt bouw en kantoor. Wat doen we nou eigenlijk buiten? En waarom zouden we dat willen verbinden met kantoor? Er staat hier kantoor. Maar eigenlijk gaan we verbinden met kantoren. Dat is wat we gaan doen. En dan uiteindelijk, waarom zou ik nou BIM 360 gaan gebruiken? We zullen ook nog even een live demo ertussendoor doen om te laten zien van, nou, hoe ziet dat nieuwe Next Gen platform dan uit? En waarom vinden jullie dat het zo geweldig is? En Goed. uiteindelijk waarom we het zullen gebruiken. En Leuk. verder wat er ter tafel komt. Nou ja, dus heb je een vraag? Je bent ingelogd. Je kan die vraag even je kan hem intypen. In je scherm, dan zien wij hem ook zo meteen. En dan pakken we aan het einde de vraag even op. Colin en ik, Ja. Cut & Company, wij zijn niet de enige. Wij zijn onderdeel van een bouwteam van 12 mensen, geloof ik. Ja.
En dat bouwteam is weer onderdeel van Cotta Company, waar ongeveer 50 mensen werken. Ja, ja. Dus het mooie is, vind ik altijd binnen Cotta Company, het zijn mensen uit de praktijk. Sjors staat hier naast me, komt veel op de bouw, maar zijn roots liggen ook op een architectenbureau. Hij weet heel goed wat er speelt op het architectenbureau en kan dat nu in de praktijk brengen. Dat is het leuke wat wij als team hebben, wat alle teams hebben. Of het nou bouw is, civiel, installatiebranche en industrie. Dat zijn eigenlijk de takken samen. Ja, in totaal meer dan 50, we gaan dan bijna naar de 60 man toe. Mooi bedrijf, we doen het niet alleen. Er is altijd een heel team die dat oppakt. Dus vandaar. BIM 360, wat is het oorspronkelijke idee? Nou, jullie zien hier rechts een diagram met de verschillende fases die er volgens Autodesk zijn. We beginnen met een conceptdesign. Hopelijk gaan we ooit nog een keer simuleren. Ik zie het nog niet heel veel gebeuren op de architectenbureaus, maar we gaan er wel meer naartoe. Uiteindelijk een detail design, documentation, detaillering. En op het moment dat we dat ontwerp klaar hebben, gaan we dat naar de bouwplaats brengen. Heel veel mensen denken dan, we gaan op die bouwplaats mijn onderaannemers aansturen. Ik wil hoeveelheden weten, kwaliteitscontroles, fabricage aansturen. Denk ik ook steeds meer in 3D nodig. En misschien zit het grootste en allerbelangrijkste van BIM 360 wel in het laatste deel. Het beheer en onderhoud. Wat ga ik daar nu mee doen? Hoe ga ik met mijn elementen om? Wat ga ik voor gegevens verzamelen. Die workflow die proberen we vandaag met jullie door te lopen. Van wat gebeurt er nou met die verschillende data? Ja, ik zie hier nog heel veel losse productjes staan. Ja, maar daar gaan we straks wat aan doen. Oké. Okay. Ja. We hebben namelijk BIM 360 Next Gen. En wat is dan het idee van Autodesk? Jullie zien hier een hele grote mooie taart. Een drielaagse taart. De kernlaag daarvan is die projectdata. Die dikste donkerblauwe laag, dat is uiteindelijk de laag die ik wil vullen. Met die data die ik heb, wil ik twee verschillende dingen doen. Ik wil analyseren en inzicht krijgen. Manager, ja, Colin, ja. Jij wil inzicht zien. Je wil weten hoe het ervoor staat buiten. Dat willen veel medewerkers, veel verantwoordelijken uiteindelijk. En ik wil misschien ook wel praten met die projectdata. Want ja, wij hebben zelf AFAS, daar worden ook incidenten in gemaakt. Dus ik wil uiteindelijk communiceren met die data. Nou, daar is die mooie onderste oranje laag. Ja. Autodesk Forge. Wat Forge doet is eigenlijk via de API's, oftewel hele moeilijke development termen, het praat met elkaar. Ik kan daar dingen inschieten, ik kan er dingen uithalen. Ja. Dat is wat we daar willen doen. En Autodesk heeft gezegd, nou, we hebben zoveel producten. We gaan dat bundelen. We gaan dat in 4 fases gaan we dat aanbieden. Ik heb design. Nou, wat heb ik nodig voor het ontwerp? Ik wil het liefst mijn modellen in de cloud hebben. Zodat ik met ons kantoor makkelijk kan communiceren met de architect. En niet modellen heen en weer moet sturen naar elkaar. Om te zeggen, heb je de laatste IFC al ingeladen? Heb je al? Nee. Als we toch allemaal met Revit werken, dan zou je inderdaad die design kunnen gebruiken. Maar er valt meer te zeggen voor design. Want het zijn niet alleen de modellen waar we over communiceren. Het is ook tekeningen. Ja. Tekening, tenminste het platgeslagen 3D-model, is nog steeds belangrijk. Hoe zien mensen het voor zich? Wat gaan ze ermee doen? Die is 7 april gereleased. Ja, 9 april is de Next Gen gereleased, inderdaad. En zijn er nu nieuwe pakketten beschikbaar. Maar van design naar pre-construction, wat doe je daar dan? Nou, pre-construction is eigenlijk mijn werkvoorbereiding. Als ik nu bij werkvoorbereiders op de afdeling kom, dan is het veelal een hele stapel papier met een rode pen. Wel een beetje klassiek houden natuurlijk. En wat die jongens doen is controleren. Nou, ik heb hier een kalkzandsteenboekje van Xella en ik heb hier een kozijnenstaat van Intal en passen die twee in elkaar? Maatje X en maatje Y. Zit daar mijn stelruimte tussen? Ja of nee? Als we dat kunnen digitaliseren, kunnen we dat vereenvoudigen. Ja. Ik wil niet zeggen dat ze het over het hoofd zien of dat ze dingen missen. Maar het gebeurt wel eens dat je even afgeleid bent. Of dat je toch niet de laatste versie had uitgeprint. Dat je hem even gemist hebt in je mail. Dus
Eigenlijk gaan we daar zeggen van, wat gaan we clash detecties doen? Mm. Die data staat toch in de cloud, dus ik ga twee modellen tegenover elkaar wegstrepen en zeggen van, past het niet. Okay. Nou, het liefst twee kanten op, zowel van als het kozijn te groot is, dan kan ik het vinden. En ook de andere kant op, als het kozijn te klein is, geeft hij ook een melding. En uiteindelijk wil ik voor mezelf daar een x-aantal categorieën helemaal opgelost hebben. Waarvan ik zeker weet, dit gaat buiten niet meer fout. Clashvrije modellen, heb jij ze ooit gezien? Ik nog niet. Denk ik niet. Nee. Misschien wel als je een clashvrij model hebt, heb je er te veel energie in gestopt. Ja. Maar dat laten we daar, voordat de mensen wel clashvrije modellen hebben, laten we dat niet tegen. We zien ze graag. We zien ze graag, ja. Zeker weten. Zeker. Uiteindelijk gaat het mij erom dat mijn hoofdgroepen die mij veel geld kosten als het fout gaat. Mijn prefab, mijn installatie, mijn vloeren, mijn hoofddraagconstructie. Dat zijn de categorieën die voor mij clashvrij opgeleverd moeten worden. Ja. Dus zo'n staartje zou ik daar willen maken. Ben ik daar uiteindelijk in de ontwerpfase helemaal klaar voor? Mm-hmm. Ga ik datzelfde model ga ik naar de bouwplaats brengen. Ja. Waarom? Nou, daar zit data in. Hopelijk zit er een installatiedatum in. Ik wil er een fabrikant in hebben, materiaal. En misschien wel het allerbelangrijkste. Ik wil dat element, als het voor mij echt dusdanig belangrijk is, wil ik dat element uniek maken. Ja. Gewoon dat element. Die code, dan heb ik het over die airco unit of die staalconstructie of noem het op. Die prefabvloer. Ja. Waarom? Ik wil incidenten gaan melden op die dingen. Mm-hmm. Incidenten melden, ja. Wat voor incidenten dan? Nou, als een prefab element niet goed is of als... stel dat jij bent groot opdrachtgever en je hebt 400 panden. Ja. Ieder pand gebruik ik dezelfde airco unit. Maar ik kom daarna drie verbouwingen kom ik erachter dat die airco unit, er is, het eerste jaar is hij drie keer stuk. Het tweede jaar gaat hij zeven keer stuk. Heel veel mensen vergeten dat het meeste geld uitgegeven wordt in beheer en onderhoud. Dus daarom zou ik elementen uniek willen maken. Zodat ik kan triggeren van, hey, daar gaat iets fout. Daar gaat iets, hier moet ik iets aan doen. Je haalt uit je BIM-model, haal je dus alle informatie en die ga je volgen op de bouw. Nee, ik wil er basisinformatie uithalen in het ontwerp. Opdrachtgever, architect, constructeur, installatieadviseur, aannemer, goed afstemmen welke informatie ik dan daadwerkelijk nodig heb op de bouw. En uiteindelijk wil ik er op de bouwplaats informatie aan toevoegen. Oké. Okay. Hoe gaat dat nu? Van een aannemer gaat dat naar een opdrachtgever. En meestal een hele grote doos papier. Ik was vanmiddag nog bij een klant. Een hele kast vol ordners. En hier staat het. Dit is het. Ja, hoe vaak kijk je erin? Nou ja, vaak. Maar eigenlijk kan ik nooit vinden wat ik zoek. Of het is verouderd. Of... Eigenlijk wil ik daarin zorgen dat zoveel mogelijk mensen erbij kunnen. Ja. Dus ik wil het in die cloud-omgeving zetten. En daar wil ik mijn data voor verzamelen. Okay. En dan doen we nog een aantal dingen op de bouw. Hè. Controlelijsten willen we eraan vasthangen. Van, is het zeker private kwaliteitsborging? Misschien zeker. Ooit nog eens over een jaar of twee. En dan wil je gewoon vastleggen van, hey, dit is wat ik gemaakt heb. Voordat het beton erin ging, zaten deze waperingstaven erin. Kijk. Dus een soort aantoonbaarheid. Ja. En dat hoort ook gewoon onderdeel van het dossier. En uiteindelijk gaan we daar richting commissioning, handover en maintenance. Ja, dus alle informatie die je hebt toegevoegd, al aan dat model of aan de losse modellen van een intal of van een vloerenleverancier, neem je mee naar uiteindelijk je beheer en onderhoud. Ja, oké. Okay. Nou, mooi. Mooi. Welke pakketten zijn er dan? Het meest basic pakket is BIM 360 Docs. Dat is die laag, die dikke blauwe laag. Ja. Het opslaan van al je documenten. Daarom is hier ook horizontaal getekend. Ja. Dat is inderdaad die dikke horizontale laag waar ik mijn Revit PDF bestanden met geautomatiseerd versie beheer. Okay. Dan uiteindelijk de design voor de ontwerpers. BIM 360 Glue. Ja. Voor
Dat stukje werkvoorbereiding dan? Stukje ja? werkvoorbereiding, okay. Ja. En uiteindelijk de build voor op de bouw. Ja, dus hebben we nu totaalpakketten gemaakt, zodat je niet meer allemaal losse producten, hè? En dan gaan we weer 3 slides terug. Ja. Zagen we nog heel veel losse producten. Het zijn nu bundels geworden, waarbij je inderdaad altijd je data opslaat. En vanuit daar kies van, ja, ik ga richting een ontwerp, ik ga richting het werk voorbereiden, of ik ga richting de bouwplaats. En altijd terug naar dat BIM 360 Docs. Ja. Want dat is mijn projectdata. En daar kan ik dingen instoppen, kan ik dingen uithalen. Dus ik zou op ieder moment kunnen zeggen, hey, ik wil mijn informatie eruit hebben naar welk systeem je ook bedenkt. Of je nou richting calculatie wil. Of als de data er goed in staat, zijn er manieren om dat eruit te halen. Okay. Nou, een van de, jullie zien hier wat mogelijkheden. Waarom is het dan aanwezig en wat doen ze ermee? Eigenlijk wil ik richting die cloud, omdat de rekencapaciteit groot wordt. Mijn opslag wordt veel. Mijn deliverables wil ik coördineren. Welke versie zijn jullie nou mee bezig? Ja. Nou, hoe vaak kom je niet op een bouwplaats dat de timmerman nog met versie B loopt, maar uiteindelijk de uitvoerder al versie F heeft? Allemaal van die hele simpele dingen waarvan je denkt, ja, maar dat heb ik als uitvoerder onder controle. Nou, dat is tegenwoordig, zeker op de grote bouwplaatsen, misschien wel vaker niet het geval dan wel. Ja. Die mannen hebben het gewoon heel druk. En die hebben geen tijd om dat allemaal, zeker met, hoeveel onderaannemers lopen er een beetje in de baan? 100? 150? Ja. Het moet allemaal aangestuurd worden. En dat is wel lastig. Ja. En gebruik die cloud power inderdaad, zou ik zeggen, om verschillen te gaan zien. Ja, door een 3D-model navigeren. Heel veel uitvoerders zeggen ook, ja, maar ik heb geen 3D nodig, want ik zie toch hoe het gebouwd gaat worden. En ja, we zijn heel lang gewend geweest om een 2D-tekening te lezen en iedereen heeft het inbeeldingsvermogen hoe dat er dan uitkomt. Maar bouwwerken worden ook steeds moeilijker doordat we 3D tekenen. Niet eens binnen, maar gewoon 3D tekenen. En ik denk dat als je dat mee hebt op de bouw, dat het je vergemakkelijkt. Ja. Oh, hoe hebben ze dat bedacht? En dat wordt misschien in de toekomst nog wel onze grootste opgave. Ja. Ik ben ooit bij een installateur geweest en die zegt, ja, wij kunnen op kantoor nog zo goed bedenken dat het zo gaat worden. Hij zegt, ik heb 50 man daarbuiten lopen die het dan ook nog zo even aan de wand moeten schroeven. Ja. Die coördinatie, daar gaan we gewoon onze handen vol aan hebben. Heel goed. Wat is het dan, BIM 360? Next Gen Teams. Nou, wat willen ze? There is an app for that. Nou, dat was voorheen zo. Ik had een BIM 360 Field app en ik had een Docs app en noem het maar op. En we hebben nu de BIM 360 app. Echt waar? Gewoon één app? Ja, afhankelijk van je gebruikersrechten krijg je daar de verschillende dingen in. Workflows. Ja? Nou, hoe gaat dat in het digitale proces? Meestal sturen we een mailtje, kan je er even naar kijken. En dat stuur ik naar 4, 5 mensen. En uiteindelijk als 2 mensen het goedgekeurd hebben, dan gaat die door. Ja. Nou, laten we dat nou ook digitaliseren om gewoon te zeggen, hey, als hij van mij naar jou gaat, gaat hij naar de opdrachtgever en als die hem ook goedkeurt, dan is het live. Okay. Dus zo zien we dat we daar heel veel automatiseringsslagen in kunnen maken. Zie je dan ook tot echt het e-mailverkeer terugnemen bij zo'n aannemer? Ja. Ten alle tijden. Ja? Ja, want als ik aan de gemiddelde gebruiker vraag hoeveel appjes hij op zijn telefoon heeft. Ja, overal heb je tegenwoordig een app voor. Ja. Zelfs voor je internetmarkier. Ja. Iedereen loopt de hele dag op zijn telefoon. Waarom zou ik daar mijn controlelijst niet doen? Waarom kan ik daar niet zien wat ik op moet lossen? Mm-hmm. Het voordeel is als ik inlog en ik klik op dat project, heb ik alleen die informatie over dat element. Als mensen wel eens vragen, Sjors, wat is dan het belang van data en elementen uniek zien? Zeg ik altijd, kan jij voor mij vertellen van al jouw projecten wat er met de lift van Konen is gebeurd? Is dat een goed ding of is dat een slecht ding? Hij zegt, ja, ik zou het voor je boven tafel kunnen krijgen, maar dan moet je me wel een dag of 3 geven. Ja. Hij zegt, ik weet wel ergens per project en ik zou kunnen zoeken in mijn e-mail inbox op lift. Maar uiteindelijk, ja, dat wat Toyota doet. Hoe vaak? Ik luister 's morgens altijd radio 538. En dan roepen ze altijd, haal maar weer terug die handel. Nou, dan komt Toyota weer.
En de terugroepactie. Die weten van exact van elk element wat er fout is, wat ze terug willen halen. Waarom willen we dat in de bouw nou niet? Nee. Dit is niet goed. Dit gebruiken we niet meer. API's. Nou wordt het moeilijk. API's. Ja, API's, API's. Ja, dat is de webtaal om inderdaad software, webgebaseerd of development aan elkaar te kunnen koppelen. Dus ja, ook next-gen, ook alle Autodesk producten waar we het nu over hebben, hebben een API. We kunnen daarmee communiceren. We kunnen dus informatie overhalen naar andere systemen. Dus maar net wat je nu hebt in het dagelijks gebruik. Misschien is er nog een SharePoint-omgeving. Ja, misschien is dat wel echt een vereiste. Dan zou dat gekoppeld kunnen worden. Dat is helemaal niet moeilijk. Maar kijk altijd waarvoor je wat gebruikt. Ik bedoel, een complete Office 365-omgeving. Ja, heeft een reden dat je dat daarin doet. Misschien wil je daar wel data bij hebben vanuit een engineeringsomgeving. Dat kan. Altijd wel even beseffen, waar doe je het voor? Wat ga je ermee oplossen? Dus het kan. Dus eigenlijk als ik een geweldig idee heb, dan zou het kunnen. Ja, zeker weten. Okay. Maar we moeten er iets mee oplossen. Ja. Dat is mooi. En dan de laatste, van uncertainty naar predictability. Ik ben zelf een gamer. Ja. AI, ja, dat is voor artificial intelligence. FIFA zit al jaren in. Die poppetjes die worden steeds slimmer en die gaan aan de hand van welke bewegingen ik maak op een andere plek op het veld lopen. Waarom gaan we dat bij de bouw niet gebruiken? Ja. Dat is waar Autodesk naartoe wil. Naar, wij zien hier dat dit en dit fout gaat. Waarschijnlijk moet je daar even wat extra aandacht op vestigen, want in het verleden ging het ook zo vaak fout. Ja. En dat is waar we met data en artificial intelligence heen zouden willen. Nou, we zeiden het al even, BIM 360 Design, Revit Cloud Work Sharing, C4R voorheen, dat was er al. Het was alleen nog niet op basis van die onderlaag. Ja. Nou, dat is wat ze met design hebben gedaan. Dus dit is nu een van die nieuwe pakketten, het BIM 360 Design pakket, waar Doc sowieso in zit. En dan kan je dus ook het Revit Cloud Work Sharing, C4R, kan je daar nu ook in doen. Wat we inderdaad nu wit omlijnd zien, dat zijn twee pakketten die er al waren. En die hebben ze eigenlijk gecombineerd. Dus in plaats van dat ik mijn C4R op A360 Team zette, BIM 360 Team, kan ik dat nu op die datalaag gaan zetten. Dus dat is dan een nieuw pakket richting Design Coordination. Dat is één pakket. Je krijgt de communicatie, je krijgt de datalaag. En zo zijn er nog drie pakketten. Ja, zo zijn er nog drie pakketten. Ze zijn inderdaad net gereleased, 9 april. Dit is even een van de dingen die we vooruit hebben getrokken. We laten zo meteen de nieuwe omgeving zien als het gaat om beeld. BIM 360 Field is dat, het ouderwetse, maar dat noemen we dan tegenwoordig beeld. Je hebt dus altijd die datalaag, die docslaag, met de features die jij gewoon nodig hebt. Ja, en ook bij BIM 360 Design, wat wel weer heel goed is. Het is niet meer de ouderwetse C4R alleen. Maar ze hebben inderdaad die Design Coordination Module toegevoegd. Waarbij je ook nu een soort van milestones kan zetten voor je eigen planning. Wanneer moet wat af zijn? Nou, dat zijn echt mooie toevoegingen die je nu ziet aan dit platform. Platform blijft zich verversen. Hè? Dat is ook wel weer het mooie aan de cloud. Elke twee weken zijn er nog steeds nieuwe functionaliteiten. Ja. Dus komen alle twee weken komen ze bij Shores om de nieuwe knop uit te vragen? Nee. Ook daar zien we wel, als het in de cloud is, gaat het ook een andere manier van trainen vergen. Ja, heel goed. Uiteindelijk gaat het ons om twee dingen. Eén is single source of truth, zoals Autodesk het zo mooi noemt. Een halve waarheid plus een halve waarheid is de waarheid. Ja, dan vraagt dat aan mevrouw. Ik heb altijd 3/4 waarheid en zij ook 3/4. Dus we hebben altijd 1/2 waarheid. Maar even zonder gekheid, die single source of truth, daar willen we natuurlijk wel naartoe. Op het moment dat ik het altijd via een iPad bekijk of via een telefoon, dat is mijn tekening, dat is de waarheid. Ja. En ik zou er naartoe willen dat niemand anders een andere tekening zou kunnen zien. Ja. Dat is eigenlijk wat Autodesk roept. Ja. Is het even tijd voor wat live beelden? Ja. Als het goed is, zien jullie dit? Als je op dat oranje dingetje erboven klikt, dan heb je wat ruimte. Ondertussen is er een vraag. Sjors die gaat zo meteen de demo in. De vraag is of je modellen inderdaad zo snel kan laden en of je ze wel wil laden.
Het mooie is, ik heb een tablet, een iPad waar ik inderdaad BIM 360 op gebruik. Ik heb hem op mijn telefoon. Die modellen die laden daar echt wel heel snel op. Die modellen worden namelijk voorbereid om op een mobiel zichtbaar te maken. Ik bedoel, mijn iPad is helemaal niet een supersterk apparaat. Maar hij laadt wel complete gebouwen in. Ik heb daar echt hele grote RAFIC-bestanden in kunnen laden. En gewoon er ook doorheen kunnen lopen en kunnen viewen. Komt omdat in die achtergrond dat model wordt uitgekleed naar een formaat wat makkelijk te lezen is op je mobiel. Ja. Dus of het nou een tekening is of een model. Nou, Short zal het zo meteen ook een beetje hier laten zien in de webviewer. Het is wel afhankelijk van welk device je hebt, hoe die interface eruit ziet. En dus, er zit veel meer rekenkracht achter die cloud dan dat wij beseffen. Ja. Ik had laatst nog een klant die zei, ja, ik heb hier een Navisworks model en het moet in Navisworks, dus het laadt niet. En hij staat 2,5 uur te laden. Ik zeg, ga niet 2,5 uur achter de computer zitten. Upload hem naar Glue, want dat heb je toch. Ja. En laat de cloud het omrekenproces doen en ga zelf 2 uur wat anders doen en open hem daarna in Navisworks. Dan gebeurt het in die cloud en die rekenkracht die is er, dus gebruik hem ook. Dus, nee. Dit is de Classic Field, zoals dat de afgelopen 3 jaar online was. Ga ik even snel erheen. Incidenten. Vooral het verzamelen van data. Welke incidenten zijn er allemaal? Welke bedrijven moeten het oplossen? Dit is eigenlijk, nou, je ziet bij ons op kantoor is vrij vaak koffie op. Ja, Kalte Company moet er altijd wat aan doen. Ja. Ik vraag me af wie, maar dit, als ik dit op een goede manier inricht, dan kan die data onwijs waardevol voor mij zijn. Ja. En ik heb ook een klant gehad en die zegt, Sjors, is het dan niet zonde dat ik in die Classic begonnen ben? Nou, nee, want het geeft je wel inzicht wat je allemaal gaat verzamelen. En op het moment dat bedrijven hiermee starten, het is ook niet erg, maar het wordt altijd nog een beetje een chaos. Mm-hmm. Ze vullen niet alles in en ze zien het belang nog. Nou, dat zie je. Wij zijn daar niet beter in. Je ziet hier ook wat lege velden. Op het moment dat ik kan zorgen dat deze beschrijving of dit type altijd goed ingevuld is, kan ik die data voor mij gaan laten werken. Ja. Hey, bij die onderaannemer gaat dat altijd fout. En dat zou ik dan moeten automatiseren. Mm. Waarom? Ik schrijf koffie op en jij schrijft de koffie is op. Nou, dan kunnen we met deep search en zo kunnen we daar nog wel wat mee doen. Maar uiteindelijk wil je gewoon zoveel mogelijk dezelfde omschrijvingen van het data, data, data. En hoe vaak gaat dit nu fout? Taken sla ik heel even over. Maar ik kan inderdaad medewerkers taken geven om te zeggen van hey, jij moet voor dat die tijd moet jij iets opgelost hebben. Ja, een controlelijst gedaan. Controle van een lift. De wekelijkse inspectie op de bouw. Kan je gewoon klaarzetten om iemand uit te laten voeren. En incident oplossen. Dat soort dingen. Controlelijsten. Ook controlelijsten gaan digitaal. Nou, maandelijks visuele inspectie luchtbehandelingskast. Ja. Wat ga je dan doen? Nou, de zogenaamde header. Dat is wat de meeste bedrijven invullen. De naam, de prioriteit, de status, de locatie, waar staat dat ding, welk bedrijf moet het doen, van alles en nog wat. Maar je ziet hier ook koppelen objecten. Nou, dat is waar ik bedoelde, ga nou elementen uniek maken. Ja. Ik wil uiteindelijk wil ik de data die ik hier genereer, die wil ik gaan verbinden met dat object. Want ik ga nog 30 jaar zit ik nog met die air handling unit. Ik wil 30 jaar wil ik daar nog dingen over weten. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Hoe vaak gaat het ding stuk? Nou, dan zie je hier documentatie. Nou, is het aanwezig? Ja, nee. Ik kan daar details bij stoppen. Je ziet hier ook, zodra er nee is in dit geval een non-conformative answer. Ja. Een foutief antwoord. Ja. Soms zit je in de Engelse termen. En op het moment dat er een foutief antwoord is, pakt hij daar eigenlijk automatisch 1 incident van. Okay. En dat incident zal hij ten alle tijden hetzelfde omschrijven. Dat is het mooie van data genereren. Ik moet er alleen nog even zeggen, hey, ik heb hier 1 incident. Wie moet het oplossen? Welk bedrijf? En het bedrijf krijgt meteen een overzichtje van de incidenten. Okay. Dus checklisten zitten erin. Hè? Dus
je kwaliteitshandboek ben je hier gewoon aan het vullen. En dan kan je, wat je liet zien, zelfs tot op objectniveau. Je kan tot op objectniveau, ja. Een algemene bouwplaatsinspectie doen, maar ook, ja, ik ga alle deuren controleren en per deur heb ik gewoon een checklist. Ja, nou, of een ruimte, of noem het op zo. Dus ja. Zo gek als dat jij je bouwplaats in wil richten, kunnen wij dat inmiddels regelen. Dagelijkse updates. Nou, even heel simpel uitvoerdersdagboek. Ja. Haalt automatisch het weer op, wat voor weer was het, hoeveel personen waren er aanwezig. Ja, hier krijg ik altijd terug, ja, maar dat getik op die iPad, dat gaat mijn e-mail veel sneller. Nou, daar zit op de iPad zo'n heel handig knopje. Ja. En daar praat je dan tegen. Het is soms wel eens even lastig met namen, daar moet je nog even een keer doorheen. Daar maakt hij wel eens een wirwar van. Maar eigenlijk, een stuk tekst staat er zo in. Je moet het jezelf inderdaad even makkelijker maken. Die heb ik inderdaad vaak gehoord. Een uitvoerder die niet die hele lange e-mail wil maken met wat is er vandaag gebeurd op de bouwplaats. Maar hij praat letterlijk tegen zijn telefoon of iPad. Kan dat ook op de terugweg in de auto doen als hij wil. En daarmee wordt door middel van tekst of spraakherkenning wordt er gewoon tekst getypt. En heb je inderdaad je uitvoerdersdagboek geregeld. Ja, nou hier zien jullie inderdaad die objecten. Je ziet ook de naamgeving die wij hebben. En nou, hier die air handling unit weer. En daar hangt een code aan. Een barcode, een streepjescode, een QR-code. Al is het maar, ik heb iets nodig om dat element uniek te maken. Dus ik zou met BIM Digital Field gewoon met mijn scanner langs kunnen lopen. Scan en ik krijg direct dat object voor mijn neus. Kan heel handig zijn. Zeker weten. Maar het is toch onwijs veel inregelwerk om al je objecten van je gebouw nu hierin te zetten. Nee. Die objecten heb ik. Ik moet ze alleen categoriseren. Okay. Waar wil je dat het onder valt? Waar wil je dat... wat voor code wil je genereren? Wat voor... Nou, in Revit, dan gaan we een beetje in moeilijke talen. Maar er zit een GUID in. En die GUID is altijd uniek. Dus eigenlijk heb ik al een barcode. Mm. Ik moet hem alleen even versimpelen. Dus je gebruikt de data uit dat 3D-model. Gewoon direct om hier aan te koppelen. Ja. Okay. Dat is eigenlijk mooi. Het uniek maken van elementen. Dat is wat wij doen. Ja. Heb ik zo'n object, zie ik inderdaad ook die controlelijsten, die incidenten, die taken, een bijlage. Maar ook gewoon opmerkingen. Op het moment dat iemand een opmerking toevoegt, blijft die daar de rest van de tijd staan. Okay. En een geschiedenis om bij te houden van, hey, wie heeft nou eigenlijk wat gedaan? Nou, het is hier vooral George Dekker die heel druk is, zie ik. Dat heb je wel eens in je eigen project, hè? Ja. Maar er blijft inderdaad een hele geschiedenis van welke persoon die aangemeld is, heeft welke datum wat gewijzigd. Statuswijzigingen, barcode gewijzigd, object gemaakt, ja. Een PNG'tje toegevoegd. Nou, dat soort dingen worden gewoon allemaal bewaard en kan je terugvinden. Uiteindelijk ook de bibliotheek. Hebben we ook nog steeds nodig, de daadwerkelijke tekeningen. Nou, kan ik gewoon een Windows kennisstructuur in maken, plattegronden, stukken, meubels, inrichtingen, noem het op. En nou, je ziet al dat dit onze trainingsomgeving is. Test, John was hier en on hold. Dit zijn gewoon digitale weergaves van PDF's. Ja, okay. In dit geval bij ons op de cloud. Het is ook, ik denk dat ik 50% van de projecten die we doen 2D is. Ja. Voor BIM naar de bouwplaats heb ik niet per se 3D nodig. Veel mensen wel denken. Het grote voordeel is, als ik hier een opmerking op maak. Er staat iets on hold. En ik kan hier eenvoudig opmerkingen maken. Ik kan ze ook aan- en uitzetten. Maar op het moment dat ik die opmerking maak en hem synchroniseer met de cloud. Ziet iedereen die gesynchroniseerd heeft daar direct van, hey, dat staat on hold. Nu moet ik echt even slepen. Want het gaat... Zo. En het allermooiste, verbinding met die bouwplaats. Ja, alle foto's die gemaakt worden in ons kantoor. Nou, dat zijn vooral trainingsfoto's met een mooie decorie helm. Thiago zit nog eens wat te bellen. Zodra ik een foto neem, komt hij hierin staan. Dus ik kan hem op kantoor eigenlijk direct zien. Okay. Dat is eigenlijk wat Field doet. Ja, de classic Field is dit. De classic Field. Ja, ja, ja. Dus je zou zeggen, wat valt hier dan nog aan te verbeteren? Nou, het meest gehoorde probleem was inderdaad, ja, ik heb Glue en daar moet ik mijn model naar uploaden en dan moet ik hem weer richting Field halen en dat zijn allemaal aparte handelingen. Nou, dat is niet wat wij net beloofd hebben.
Een halve waarheid plus de halve waarheid is de hele waarheid. Dus wij willen one single source of truth. Wat is er in de nieuwe omgeving dan? Nou, je ziet hier de Cut & Company BIM en Bier omgeving. Volgende BIM en Bier gaat over Field en is 17 mei. Ja. Gaan we kijken met Dynamo hoe gaan we nou unieke codes genereren. Oh, en hoe zorgen we nou dat we dat soort data erin krijgen. Mijn hoofdlaag is altijd die document management. Je ziet hem hier ook. Je ziet hier alle verschillende categorieën. Maar op het moment dat ik hier in document management, BIM 360 Docs even kort gezegd, heb ik twee kanten. Een slimme kant en wat wij oneerbiedig de domme kant noemen. Ja. In de slimme kant slaat hij mijn Revit-project bijvoorbeeld helemaal in sheetjes. Dit is één Revit-project, één keer geüpload. En ik kan in Revit controleren wat ik omhoog wil hebben. En hij slaat automatisch de sheets eruit vandaan. Okay. Zie je hier ook al een stukje versiebeheer. Ja. Dus op het moment dat we hem opnieuw uploaden, komt er een nieuwe versie. En op het moment dat hij geüpload is, komt daar ook keurig netjes te staan. Hey, hij is geüpload door Sjors Dekker op. En ik kan hem downloaden. Ja. Download ik dat ding, krijgt hij direct een datum en een tijd. Daarop weet je altijd van, hey, dit is een kopie van dat en dat moment. En maar je ziet hier ook wat markeringen gemaakt en incidenten gemeld. Request for information. Okay. Ik kan hier zelf zo gek maar qua data gaan als dat ik zelf wil. Ik kan een kolom aanmaken, ik kan dingen toevoegen. Maar het is eigenlijk... Ja, heel simpel. Als ik hier op dat 3D-model klik. Nou, we hebben nu niet meer dan een internetverbinding. We staan over de wifi, dus het is niet heel, niet een superverbinding. Maar hij laadt snel. En je ziet hier ook wat puntjes staan. Hé, wat is dat dan? Nou, dat is incident 4. Lekkage, gemeld door Thiago Brasser. En er is een officieel antwoord op geplaatst. Ik kan niet zomaar even zeggen van, oh, deadline. Nee. Klik, 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 sluiten. Nee, officieel antwoord. Opgepakt en opgelost. Toegewezen aan. En locatie. Dus ik krijg daar een hele staat met veldincidenten. Request for informations. Welke stoelen worden het? Nou, ik krijg daar een hele geschiedenis van. We hebben nog steeds geen bevestiging van A of B. Graag antwoord geven. Uiteindelijk zal er dan niemand antwoord op geven. Ja. Hou ik eigenlijk die geschiedenis van die incidenten bij. Dus je ziet een aantal gradaties. Of ik zie RFI, inderdaad, request for information. Ik heb een vraag aan jou. En dat kan op de bouwplaats zijn, maar dat kan ook al tijdens het ontwerp zijn. Ja. Zo moet je die in. Maar je hebt ook incidenten. Incidenten zijn inderdaad dingen die uit mijn controlelijst komen. Oké. Okay. Nou, hoe komen we dan bij die controlelijst? Ik heb hier niet alleen document management, maar... Je moet even goed onthouden dat wat ik hier zie, dat CNC kantoor 2017 bouwkundig, dat is mijn bronbestand. Ja. Daar gaat de rest automatisch in mee. Field management. Ja. Nou, wat doet dat dan? Het maakt gebruik van diezelfde tekeningen, diezelfde 3D-modellen. Dus alles wat ik in mijn document management heb staan, kan ik ook op de bouw zien. Ik ga er alleen wat aan toevoegen. Controlelijsten. Maandelijkse controle brandmeldinstallaties of raaminspecties. Komt keurig netjes bij aan wie die toegewezen is, welk bedrijf die persoon van is en voor wanneer hij geschilderd is. Ja. En hoe ver hij uiteindelijk is met die controlelijst. Qua uiterlijk wel totaal anders als de Classic. Ja. Dus echt een meer richting het docs uiterlijk. Dit is ook veel meer volgens mij het uiterlijk wat je op je mobiel en op je iPad hebt. Ja, ja. Dit zal er inderdaad echt zo uitzien. Als je op je mobiel kijkt. Ja. Deze is wel al ingevuld. Nou, dan zie je ook. Ik zal hem even openen. Wie doet de controle? Bas. Welke melder is gecontroleerd? Controle visueel. Ja, 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 ja. Nee. En op het moment dat hij nee ingevuld heeft, zie je... Inderdaad, dat er een incident ingeschoten wordt. Okay, dus dat is nog hetzelfde. Ja. Mooi. En die incidenten, die veldincidenten dan, die worden hier ook gewoon keurig netjes opgesomd over wanneer die elementen problemen opgelost moeten zijn. Ja. Ook issue types, mocht je het bij willen houden, wat is de oorzaak? Nou, dan ga je toch heel veel mensen wel zien van, ja,
oorzaak, ja. Meestal als je derde. Mm-hmm. Een oorzaak vastleggen is ook best wel heel moeilijk. En dan zeker ook nog in categorieën. Daily logs. Je ziet hem hier. Nou, hij staat bij ons nog even ingesteld op Fahrenheit en miles per hour. Maar op het moment dat ik op Get Weather klik, dan gaat hij voor mij het weer opzoeken van vandaag. Nou, dit was wat er vandaag. Nou, ik kan eventueel notes invullen en eronderin wie waren er allemaal op de bouwplaats, wat hebben ze gedaan, mocht ik het bij willen houden. En een general note voor vandaag. Je algemene bevindingen. Ja. De grote dingen van die dag. En uiteindelijk een kalender om dat terug te zien. Hoeveel dagen onwerkbaar weer hebben we nou eigenlijk gehad? En dat soort dingen. Mooi. Dus eigenlijk een soort topping op die document management. Ja. Nou, dan zie je hier nog 3 previews staan. Eentje is al van preview af. Dat is Project Home. Nou, dan krijg ik van al die verschillende BIM 360 hoeveelheden krijg ik gewoon een overzicht. Hey, dit is het weer vandaag. Nou, er is nog geen projectadres. En dit zijn mijn field issues. Dit zijn requests for information. Je ziet hier de due date. Op het moment dat die verlopen is, wordt die rood. En eigenlijk krijg ik hier gewoon een totaal project. Oké, okay, echt een mooi, ja, goed dashboard om als projectleider te zien wat er allemaal speelt per project. Ja. Dit is op één project? Dit is op één project. Okay. Kan het ook over meerdere projecten? Over meerdere projecten gewoon zien wie of wat er fout gaat. Ik zou over meerdere projecten kunnen gaan analyseren van welke onderaannemer heeft er nou altijd heel veel opleverpunten? Of welke veiligheidsissues gaan er altijd fout? Waar moet ik bij de toolbox meetings beter op letten? Okay. Nou. Dus echt dat analyse stukje, dat zit erin. Maar ook model coordination. Die werkvoorbereider die clash controllers moet doen. Nou, diezelfde modellen. Welke modellen wil je vinden? Een bouwkundig en een installatiemodel. En Autodesk gaat van mij zeggen, hey, MEP met bouwkundig, dat heeft 230 clashes. En ik hoef daar niks aan te doen. Ik hoef niks voor instellen. Ik ga ze allemaal vinden. En dit is alles wat clasht met mijn plafond. Ja. Nou, mijn plafond is niet om mijn wanden heen getekend, of mijn wanden moeten onder het plafond. Maar, en zo ga ik zelf eigenlijk beoordelen van, vind ik dit nou erg of vind ik dit nou niet erg? Ja, voor mijn calculatie is het misschien wel heel erg. Maar voor de bouw denk ik dat die plafonneur er wel uitkomt. Dus daarin ook die verschillende categorieën en die gradaties van wat wel erg is en wat niet. Goed, en, dus dat is inderdaad nou weer de volgende stap. Hè? We gingen van design naar werk voorbereiden en naar de bouwplaats. Ja. We lieten net bouwplaats zien. Dit is dan het stuk wat valt binnen Glue, noemen ze dat volgens mij. BIM 360 Glue. Glue. Om te zien, hoe noemen ze het ook wel? Zie je het als de autocorrectie in Word? Om gewoon te zien of je modellen wel goed op elkaar zijn afgestemd. Ja, een soort model check. Een model check. Voorheen hadden we in Nevisworks altijd een clash sessie. En dan had hij 20 onderaannemers al een model opgestuurd. En dan rammelde het van de foutjes als, oh ja, die moest ik nog even verschuiven. Ja, dat weet ik. Oh, die moet nog 5 mm naar rechts. Heel tijdrovend. En hier kan je gewoon zien van, hey, wat clasht er met mijn model en welke modellen nog meer? En dan zou je er zelf, als je die op dinsdag bekijkt en op woensdag een overleg hebt, kan je even nog misschien wat dingen even recht trekken om te zorgen dat je makkelijker daarin gaat. Heel goed. En uiteindelijk projectmanagement, inderdaad die workflow van ik lever een document in, Colin moet het controleren en uiteindelijk moet Rob het ook controleren en dan kan het net opdracht geven. Okay. Dus echt, er zitten echt gewoon workflows in die je zitten echt workflows in. Wauw. Kan daar ook verschillende workflows instellen, moet één iemand het controleren, twee personen. Dus daar hebben we heel veel ruimte om dat in te regelen. Nou, mooi om te zien hoe dat nieuwe platform zich ontwikkelt. Ja, gaaf. Ja. Ik had het vroeger ook wel willen hebben. Ja, wel hè? Ja. Helemaal goed. Dus dit is de next gen ten opzichte van de field, de classic field. Volgens mij genoeg om eens te gaan kijken of je dit voor je eigen organisatie, iedereen die luistert, te kunnen gaan gebruiken. Ik bedoel, wil je dat inzicht op die bouwplaats? We hebben het nu niet over keiharde cijfers gehad, maar het verdient zich echt terug. Als we zien wat de ROI's zijn bij onze opdrachtgevers die inderdaad met Field of met een van de BIM 360 pakketten aan de gang gaat, dan is dat echt wel een ROI'tje waard.
Ja, zeker. En Ja. ik denk dat heel veel mensen vergeten dat het, ja, ik wil niet garanderen het werkplezier, maar het is makkelijker om dingen terug te vinden. Het is op het moment dat ik mijn proces inderdaad goed bekijk en zeg van hé, ik ga gestructureerd, ga ik daar doorheen. Ja, ik ken het zelf ook wel, mijn e-mail inbox, dat is gewoon, ja, is een drama. Dat is voor veel mensen zo. Ja. Wat is dan eigenlijk jullie samenvatting? Nou, vooral, ik denk dat BIM 360, dat je het zou moeten gebruiken voor het samenwerken. Het gebeurt helaas nog steeds te weinig in de bouw. We zijn wel mondjesmaat de afgelopen 4 jaar meer gaan samenwerken. Ja. Maar echt die design teams en die ontwerpteams, hoe gaan we nou zorgen dat we met z'n allen één gebouw aan het maken zijn? Dat is waar je naartoe zou willen. En krijg inzicht. En dan denk ik vooral aan het genereren van data. Hoe bedoel je genereren van data? Nou, ik heb hier een manager naast me staan en die roept nog wel eens: data is key. Nou, dat is ook in de bouw niet anders. Wil je de stap maken naar business intelligence? Wil je Power BI gaan gebruiken? Dan zijn dit wel de tools om systematisch je data Ja. in je bedrijf te gaan pompen. Ja. En op die manier ook te analyseren, zoals je zelf zou willen. Heel goed, heel goed. Ja, wat ik belangrijk vind, echt met deze next gen, is inderdaad die datalaag van onder. Je bent maar één keer bezig met dat model. Okay, het model heeft meerdere versies, maar hij staat daar. En of je nou nog aan het ontwerpen bent of uiteindelijk aan de bouwplaats bezig bent, je weet de geschiedenis van dat model. Je weet wat je hebt doorlopen. Je hoeft hem niet nog meer te kopiëren naar links of naar rechts. Nee, je bent altijd bezig met dat ding. En er is hier ook een vraag hoor die we krijgen. Is het te vergelijken met Volt? Met Autodesk Volt? Ja, ik denk dat BIM 360 Docs de cloud-versie van Van Volt is. Volt Ja, is. zeker voor de bouw zien we tot BIM 360 Docs daar echt een goede in is. In Volt kan je natuurlijk nog heel veel dingen aan je eigen systeem toevoegen. Nog meer met metadata doen. We hebben hier nog lang niet alles laten zien wat er kan met BIM 360. Maar ook hier kan je extra velden toevoegen. Het is absoluut je versiebeheer. Het staat alleen aan de buitenkant. Dus je moet je afvragen, Volt was heel erg on-premise in je eigen omgeving. Dit zet je naar buiten toe. En het is maar net afhankelijk van wat voor recht jij iemand toekent, wat hij ziet en wat hij mag. Dus de absolute vergelijking. Maar En anders zetten gewoon die API's aan het werk. anders zetten we de API's. Op het moment dat jij geaccordeerd op in je Volt hebt staan, gaat hij richting Docs. Dat is denk ik wel een heel sterk punt van BIM 360 platform. Ik hoor bij heel veel gebruikers altijd: ja, maar ik had zo graag gewild dat. En er is altijd een ja, maar en een waarom. Nou, AutoCAD schreven Lisp-routines. Ja. Nou, dat doen we bij BIM 360, doen we dat niet anders. Nee. Als jij een idee hebt, integraties. Dan maakt Autodesk dat eigenlijk via die API's mogelijk. Oh, heel goed. Zijn er ook wel Heel best al goed. veel, heel Heel veel goed. ideeën voor te Oké. vinden hoor. Ook een vraag nog: wanneer komt de beheerfunctie? Specifiek op ops. Nou, dat is misschien eentje die we een keertje moeten behandelen. De vraag zoals die binnenkomt, maar sowieso ook foto's aan een punt in een model koppelen. Nou, dat kan, maar dan moet het wel een incident zijn volgens mij op dit moment. Ja. Dus je moet ergens, oké, ik wil dit punt in de gaten blijven houden. Dan begin je met daarna en noem het, ja, incident is misschien niet helemaal het juiste woord. Ik heb een opmerking ergens en die kan je dan blijven volgen en Ja. foto's kunnen blijven toevoegen. Voor nu wel. Er zijn wel al ontwikkelingen om inderdaad daar herkenning en dat soort. Als je dat interessant vindt, kan je op de BIM 360 Integrations. Als je daar op Google komt, kom je op de integratiepagina. En daar zie je echt de meest bizarre ideeën voor mensen die richting Docs schieten om veiligheid te controleren. Ja. En om eigenlijk alle gebruikersideeën waar een developer tussen zit, die komen daarop. Dus als je dat interessant vindt van hoe dat werkt en wat is er al. En ja, zeker de moeite om dat even te Ja. bekijken wat ze daar allemaal doen. Ja. Heel goed, heel goed. Ik hoop dat ik wat vragen heb beantwoord. Ik wil jullie sowieso allemaal uitnodigen. Kom naar een van onze, nou ja, we noemen het BIM en Bieravond. Ja. Om eens een keertje wat meer te zien van wat we nu hier exact mee doen. Het is gewoon te veel om in een webinar te kunnen gieten. We hebben nu even heel erg de insteek gedaan van ja, laten we gewoon eens een keertje sparren van wat er kan. Wat kan er in de nieuwe mogelijkheid? Wil je veel meer even een demo? Wil je eens kijken wat het voor jouw proces, voor jouw bedrijf kan betekenen? Laat het ons weten. Maar kom alsjeblieft gewoon een keer naar de BIM en Bieravond. Dan kan je ook horen van andere mensen. Er zitten vaak gebruikers aan tafel. Kan je het ook eens Ja, van hun horen? nee, dat
Ik denk dat dat wel altijd leuke avonden zijn, dat er meerdere gebruikers met elkaar in. Hey, hoe doe jij dit? Hoe doe jij? Ja. En wij proberen daar vooral invulling aan te geven. Nou, dit is het probleem wat we die avond op willen lossen. Ja. En vooral heel veel sparren met gebruikers. Van, hoe denken jullie daarover? Heel goed, heel goed. Nou, jullie zien het nu al op het scherm. Ook dit jaar, open air. Wij doen graag onze update trainingen van de nieuwe software, de 2019 versies. Maken we een mooie dag van. Dag voor de gebruikers noemen we het ook wel. Dat is maandag 28 mei voor de AutoCAD gebruikers. En donderdag 31 mei. Ja, het heet Revit gebruikers. Maar het gaat nu ook veel meer dan alleen maar Revit. Ja. Eigenlijk iedereen die op dit moment met 3D modellen, laten we het zo noemen, bezig is, heeft wat aan die dag. Want we gaan workflows bespreken. Jullie gaan volgens mij een onwijs gaaf van ontwerp tot aan uitvoering. Dingen gaan jullie allemaal meenemen. Van hoe, ja. hoe moet je dat dan doen? Dus... We gaan echt de meest leuke dingen hebben, Mikkel en ik bedacht. Ik sta er zelf ook, dus kom gezellig langs. Heel goed. En ze laten de manager op dit moment nog even in de vraagtekens, maar dat komt helemaal goed. Vertrouwen. Vertrouwen. Helemaal goed. Vertrouwen is belangrijk. Heel goed. Dames en heren, dank jullie wel voor deze aandacht en graag tot de volgende webinar. Ja. Of tot de volgende Demon Bier of Open Air. Dus, dank jullie wel. Alle bedankt.